Maar je moet wel praten. Steeds. Oké? Je kijkt in de spiegel kijken. En dan, laten we zeggen, na 10 tellen begin je te praten, oké? Dan heb je deze picture heel mooi. 1, 2, nu. Aanvankelijk een buitenbeentje onder de meer traditionele kunstvormen, is de videokunst langzamerhand uitgegroeid tot een geaccepteerd verschijnsel in musea en galeries. Een videokunstenaar die werkt met videobanden en installaties is Christian Bastiaans, hier bezig met de opname van scènes rond het thema isolement. Hij gebruikt video niet louter als registratiemiddel, maar onderzoekt vooral de beeldende, minder voor de hand liggende mogelijkheden van het medium. Toen ik in Japan was, ben ik begonnen met het maken van installaties. En in die installaties was mijn uitgangspunt om gebruik te maken van verschillende media in een combinatie, zoals gebruik van de medium schilderen, zowel als object. En op een gegeven moment bleek dat ik daar voor een bepaald idee ook video nodig had. Bewegend beeld, gebruik van real-time, gebruik van feedback en totaal ander, een veel directer medium dan bijvoorbeeld schilderen. En ik ben eigenlijk als schilder begonnen en als graficus. En voor mij is video slechts een medium. Dus ik zou mijzelf niet willen betitelen als videokunstenaar. Meer gewoon als beeldend kunstenaar. En daar kan op een gegeven moment het medium video een aanleiding zijn om een idee te verwezenlijken.